Als je wil starten met dropshipping, dan is het van belang dat jij niet dezelfde fouten maakt die de meeste beginnende dropshippers maken. Zo simpel is het. Daarom deel ik in deze video de 10 meest voorkomende fouten van beginnende dropshippers, omdat ik wil dat dit jou niet overkomt, want het gaat je een hoop tijd, geld en moeite besparen wanneer het je lukt om niet één van deze fouten te maken. En laat me duidelijk zijn, alles wat ik hier vandaag deel is direct te implementeren, dus zorg dat jij goed oplet en tot het einde blijft kijken, want dan en alleen dan kan jij ervoor zorgen dat jij direct succesvol kan gaan dropshippen. Oké, first things first. De eerste fout die ik door velen gemaakt zie worden is dat zij zichzelf niet genoeg tijd geven en te veel gefocust zijn op het snelle geld verdienen. En begrijp me niet verkeerd, er is gigantisch snel geld te verdienen. Ik bedoel, in een paar maanden kan je meer dan een ton omzetten. Maar het is niet zo dat als je dit niet doet, dat het niet meer werkt. Dus gun jezelf wat meer tijd. Kijk alleen al naar mij. Ik ben 4 jaar bezig en in de eerste 4 maanden heb ik letterlijk geen enkele sales kunnen genereren. En wat als ik toen op dat moment had opgegeven? Dan had ik hier niet in deze villa gezeten, maar dan had ik gezeten achter een bureautje werkend voor iemand anders en iemand anders te dromen. En dat is het belangrijkste wat je jezelf moet beseffen. Gun jezelf simpelweg meer tijd om dit te laten lukken. De tweede fout die ik vaak gemaakt zie worden en die ik zelf ook heb gemaakt is het niet controleren van de productkwaliteit. Dus wanneer jij daadwerkelijk begint met het goed verkopen van een bepaald product, dan moet jij een kwaliteitscontrole doen op dat daadwerkelijke product. Want wat er anders gebeurt is, jij stuurt dat product op, jij blijft schalen, want dat gaat allemaal lekker. Dat is ook leuk om te doen. Maar vervolgens, wanneer de producten aankomen, zie jij opeens dat je gigantisch veel mail krijgt van klanten die zeggen, de productkwaliteit is niet goed, de maat is te klein of andere klachten. En daardoor willen zij het product terugsturen of misschien wel erger al hun geld terug. En dit is gewoon niet hoe jij je eerste winner wil ervaren. Jij wil zorgen dat jij die goed kan blijven verkopen. Dat jij ook daadwerkelijk kan blijven schalen. En tuurlijk wel wat mensen hebt die ontevreden zijn, want dat hou je altijd. Maar wel een minimaal aantal. Want anders kan dit letterlijk je business kosten. En dat wil je niet. Zeker niet als je net begonnen bent. Dan vraag je je natuurlijk af, maar Jisk, hoe is dit dan op te lossen? Dat is eigenlijk heel simpel. Je vraagt aan je leverancier gewoon van elk product wat jij vaker gaat verkopen een productfoto en een video, zodat je precies kan zien of dit product goed genoeg is om te verkopen. En valt er dan iets tegen, kan je altijd nog vragen aan hen of ze een nieuwe variant willen zoeken die er beter en meer kwalitatief uitziet. Zo simpel is het. De volgende grote fout die ik veel mensen zie maken is het starten met een onrealistisch budget. Ik bedoel, ik ben zoals altijd gigantisch eerlijk met jullie, dus ik ga het nu maar zeggen. Voor het starten van je eigen business moet je simpelweg geld hebben. Gelukkig is het niet zoals vroeger, waarbij je tonnen moest lenen om überhaupt je business te starten. En dan wist je nog niet eens of die winstgevend zou gaan worden. Maar ik raad je toch echt aan om minimaal 1000 en idealiter 2.000 tot 3.000 euro te hebben om een start te maken met je eigen e-commerce business. Mijn advies is dan ook daadwerkelijk om gewoon, als jij nu een baan hebt, die baan aan te houden, daarnaast alle uren die jij hebt in jouw dropshipping store te stoppen. En vanaf daar, wanneer jij met je dropshipping store al een tijdje meer verdient dan wat jij maandelijks verdient bij jouw vaste baan, dat je dan dat rustig wat kan gaan afbouwen. Maar begin daar niet te snel mee, want cashflow is king binnen de dropshipping business. Je hebt simpelweg geld nodig om te gaan adverteren en daar weer je winsten uit te halen om nog meer te kunnen adverteren. En voor de mensen die zeggen nu of denken nu van, ja maar Jisk, ik heb nu dat geld niet liggen, zorg gewoon dat je fucking werk gaat zoeken en zorg dat je aan het werk wil. Want als jij daadwerkelijk een leven wil leiden vol vrijheid, financieel, locatie en tijd onafhankelijkheid, dan moet je er simpelweg gewoon voor zorgen dat je centen gaat verdienen om in je business te stoppen. Dus wat dat betreft, harde hand, focus daarop, meer geld verdienen, zodat je ook weer meer in je business kan stoppen om jouw leven daadwerkelijk te veranderen. De volgende fout die ik veel beginnende dropshippers zie maken, is er één die je altijd zal blijven zien terugkomen. En daarom is het ook zo belangrijk dat jij nu luistert naar wat ik zeg. Want als jij algemene producten gaat verkopen die ook in de winkel om de hoek te vinden zijn, ga je gewoon geen sales maken. Jij moet zorgen dat het product wat jij adverteert of een wow-factor heeft, dus dat mensen daadwerkelijk stoppen met scrollen omdat het iets is wat ze nog niet vaak eerder gezien hebben. Of het moet een probleemoplossend product zijn die daadwerkelijk een van de problemen die zij hebben in het leven oplost. En laat me je daarbij een voorbeeld geven van een slecht product en een goed product. Een slecht product is bijvoorbeeld een heel simpel sieraadje zoals je die hier ziet, die niks van toegevoegde waarde heeft wat dat betreft en die je ook prima in de stad kan kopen als je daar even een rondje zou lopen.
Het tweede product wat ik nu laat zien is daadwerkelijk wel een goed product. Want dit is ook een sieraad, maar het heeft daadwerkelijk wel die wow-factor waardoor mensen stoppen met scrollen en denken van hey, een kettingtje waarin ik een foto kan plaatsen van mijn geliefde. En wanneer je daarin kijkt dat je die foto kan zien, dat is niet iets wat ik nu in de stad kan gaan halen, dus ik moet nu gaan shoppen. Begrijp je het verschil daarin? Dat moet je daadwerkelijk goed in je oren knopen tijdens het doen van product research. Want dit gaat daadwerkelijk bepalen of jij geld door de play spoelt of dat jij daadwerkelijk veel centen gaat verdienen met jouw eigen dropshipping store. De volgende fout die ik te vaak zie gebeuren, en ik bedoel, kom op guys, het is niet meer 2016, is het starten met een general store. Een te simpele store waarin je gewoon afziet dat het voor niemand bedoeld is. Dat het gemaakt is zonder liefde. En als je geen liefde stopt in de store, als het er niet goed uitziet, vertrouwelijk uitziet, binnen een bepaalde niche, dan ga je gewoon simpelweg niet zo goed verkopen als dat je dat wel doet. Dus, heel simpel op te lossen, zorg dat jij een store bouwt die of wat meer niche gerelateerd is of binnen een bepaalde productenselectie. En doe daarbij inspiratie op van andere stores binnen die niche. Je gaat hier veel betere resultaten mee behalen omdat mensen jouw store simpelweg beter vertrouwen dan wanneer het een general store is die eigenlijk niet zeggend oogt. Yes, knoop dat in je oren. Dan gaan we door naar de volgende meest gemaakte fout. Maar voordat we dat doen, zorg dat jij je abonneert en deze video liked als jij veel waarde haalt uit mijn channel, uit deze video, misschien wel uit andere. Dat gezegd hebbende, laten we doorgaan. Want deze fout zie ik vaak voorbij komen. Het is ook, ik moet heel eerlijk zeggen, verleidelijk om deze fout te maken. Omdat wanneer je dit soort producten gaat verkopen, je ook weet dat het echt goed werkt. Maar verkoop geen namaakproducten of nepmerkproducten. Want dit kan echt gigantisch verkeerd voor jou aflopen. Ik heb meerdere keren meegemaakt in de e-commerce wereld dat mensen dachten slim te zijn om een nep item te verkopen van een bepaald merk. En daar vervolgens een brief van een advocaat kregen om een gigantische boete te betalen. Dus doe dit niet. Ik wil wel duidelijk maken, dit gebeurt echt alleen dat je zo'n brief krijgt wanneer je dus van die nepproducten verkoopt. Anders hoef je daar geen zorgen om te maken. Maar als je dat dus wel gaat doen, dan kan dat gelijk de start zijn van je dropshipping journey. Maar ook gelijk het einde, omdat jij dit niet kan gaan betalen. Dus let er goed op dat je dit niet doet om een hoop gezeik te voorkomen. Dan de volgende fout die ik heel vaak zie gebeuren bij beginners is het niet begrijpen van je dagelijkse winsten. Want je zou heel eerlijk gezegd zeggen dat iedereen dit wel zou begrijpen wat de winst is. Maar we hebben natuurlijk nooit geleerd op school of iets hoe je met geld om moet gaan. En dit ga je dus ook merken in het begin, dat als jij niet goed bijhoudt wat er in en eruit gaat, dus wat jouw kosten zijn en jouw opbrengsten, dat jij dan niet weet hoe je er financieel voor staat en dat het heel moeilijk voor jou gaat worden om daadwerkelijk een winstgevende business neer te zetten. En om jou alvast een streepje voor te geven op de rest die start met dropshipping, heb ik een sheet voor jou gemaakt waarin jij precies kan bijhouden wat erin gaat en wat eruit gaat. En jij zo gelijk vanaf moment 1 goed met jouw financiën kan omgaan. Als je deze sheet wil, stuur me dan even een berichtje op mijn Instagram met sheet. En dan zorg ik dat deze naar je opgestuurd wordt. Dan de volgende fout die ik veel gemaakt zie worden en waarom veel mensen denken dat ze niet kunnen beginnen, is dat zij denken dat ze met weinig budget niet kunnen beginnen, omdat ze alles moeten betalen vanaf hun normale bankpas en met normale bankoverschrijvingen. Maar er bestaat iets zoals creditcards. En creditcards zoals American Express zorgen ervoor dat jij geld kan uitgeven wat je nog niet hebt. En dit is gigantisch interessant voor mensen die met een laag budget toch willen starten met dropshipping. Als ik naar mezelf kijk, ik ben bijvoorbeeld begonnen met 2000 euro. Jamie, heb ik laatst nog laten zien in een van mijn YouTube video's, is begonnen met 500 euro. En wij hebben het ook kunnen laten lukken, onder andere doordat we zo snel mogelijk een creditcard hebben aangevraagd die ons net wat meer ruimte gaf. Ik zou hieronder even een linkje zetten hoe jij een Amex kan aanvragen. En daarbij moet je wel echt begrijpen, ga hier verantwoordelijk mee om en spend niet als een malle zonder dat je begrijpt of het winstgevend is. Dus dat is het allerbelangrijkste. Eerst de basis snappen, vanaf daar kan je het uitbreiden en jezelf iets meer ruimte geven met de creditcard. Dan de volgende fout die ik het meest zie voorkomen bij beginners, maar die eigenlijk het allerbelangrijkste is het niet consistent blijven in het aantal producten testen. Waarschijnlijk heb je deze al eerder gehoord, zo niet, dan is dit de allerbelangrijkste die jij uit deze video gaat halen. Want wanneer jij niet consistent bent en jij niet 2 of meer producten per dag kan testen, dan ga je gewoon te weinig data genereren en ga jij niet succesvol worden. Ik bedoel, kijk nogmaals naar mij. Ik ben 4 jaar bezig met dropshipping en als ik 1 ding echt goed gedaan heb, is het consistent blijven testen van producten. Want dat is uiteindelijk waar jij je winnaars uit gaat halen en je winnaars ga je dan weer opschalen, waardoor je gewoon gigantisch veel gaat leren. Ten opzichte van als je de ene dag wel test, andere dag niet, dan kan je gewoon niet verwachten dat jij daarmee het gaat redden
binnen dropshippingland. Hoe kan je dit makkelijker volhouden? Dat is door gewoon in jouw agenda, dus bijvoorbeeld Google Agenda, blokken neer te zetten en die in te richten op wat het belangrijkste is. En dat is dus de producten testen. Dus begin jouw dag met producten zoeken, daarna de ads klaarzetten en dan een paar keer per dag nog de ads te checken. En dan ben je er al. Dat is het enige wat jij moet integreren in je dag, wat jij een routine moet gaan maken voor jezelf. En dan weet ik zeker dat jij 99% van de andere dropshippers al gaat verslaan. De laatste fout die ik heel veel gemaakt zie worden is ook een hele belangrijke. En dit is het niet goed bijhouden van je belastingen en boekhouding. En dat is ook wel een grappig verhaal. Toen ik 4 jaar geleden startte met dropshipping had ik geen enkel idee van boekhouding of belastingen betalen. En toen ik op een gegeven moment al 10.000 euro's had omgezet, zei mijn moeder opeens van: Jisk, moet je niet even nu gaan werken met een boekhouder? Of moet je daar niet iemand voor inschakelen die er meer verstand van heeft? Toen ben ik pas naar mijn boekhouder gegaan. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en hebben we het keurig allemaal ingevuld. Maar wel dankzij die stap te ondernemen. Dus aan jou de tip, wacht hier niet mee. Wanneer jij je eerste sale gemaakt hebt, ga dan werken met een boekhouder. Want als je één ding niet wil, geloof mij, is blauwe brieven thuis krijgen van de Belastingdienst. Dat je opeens een boete gaat krijgen omdat je bepaalde dingen niet goed hebt ingevuld en niet betaald hebt. En that's it guys. Ik heb jullie zojuist de 10 meest voorkomende fouten gegeven onder beginnende dropshippers. Zodat jij dit kan voorkomen en jij direct als startend dropshipper een gigantisch streepje voor hebt op de rest. Omdat als jij dit daadwerkelijk implementeert voor jezelf, jij gelijk vanaf de start een geweldige winstgevende dropshipping business kan opbouwen en daar gigantisch veel succes uit kan halen. En om gelijk door te pakken en daadwerkelijk echt te gaan starten, adviseer ik je om de volgende video te kijken waarin ik je alles van A tot Z leer over hoe jij je eerste sale kan maken binnen 7 dagen. En dan zie ik jullie in de volgende video. Vergeet niet te abonneren en te liken. Ciao.